Ik liep stage in een kleuterklas. En ik was als juf aan het voorlezen in de kring. En alle kindjes waren heel netjes aan het luisteren. En naast mij zat Mats. En Mats was 4 jaar. En het viel mij op dat hij de hele tijd op mijn tieten aan het fixeren was. En op een gegeven moment onderbreekt hij me ook in mijn verhaal. Zegt hij, juf, wat heeft u eigenlijk grote borsten? Heeft u die zelf gekregen of heeft uw man die voor u gekocht? Ja, Matteo die was in de opnames van Wild Hearts, ons vorige album, was hij ook al mee om de toetsen in te spelen in Berlijn. En op de laatste avond van die sessie zijn wij in Club Tresor geëindigd, hè Theo? Dat klopt, ja. Dat is een hele goede technoclub. Hebben we in de rij gestaan. Voor de deur hebben we van een Turk iets gekocht. Ja, jij. En dat was een hele leuke avond. Ja. En ik stond en daar komt de inspiratie vandaan. En toen moest hij nog een half uur in de rij staan. Toen kickte die in. Toen kickte die in. Heel klein in je hand en heel groot in je hoofd. Maar goed, gasten. En die, wat mij betreft, kijk, deze song. Ik ben het helemaal kwijt. Ja, waar gaat het nog over? Toch geniet ik. Maar we hebben een techno-nacht gehad. En volgens mij komt Sphinx het gevoel van daar wel uit die nacht. Matteo, zeg alsjeblieft dat het gewoon klopt. Ja, dat klopt zeker. En iedereen heeft zo zijn eigen manier om een jetlag tegen te gaan. Maar DJ Calvin Harris die heeft een handige truc. Hij zegt dat hij tijdens een vlucht graag 6 rauwe eieren eet. Oh. Om zo een jetlag te voorkomen. Ja, dan heb je van alles last, maar geen jetlag. Nee. En dan eet hij alleen het ei geel. Ja. Ja. Kijk eens wat ik heb. Nee. Ik heb een gouden award voor meer dan 10 miljoen streams. Wauw. Donnie en Marco Schuitmaker, hier mag alles. Vrienden. Kijk eens wat ik heb hier. Fantastisch. Nee, joh. Wauw. Deze is voor jou. Ja, man. Ja, hij is mooi, hè? Deze is wel gruwelijk, man. Met die Bassi Radio aan tafel letters, toch? Lekker, man.